Arnoud Bostelaar hier van de Tobias Siebesma Foundation. Ja, vandaag ben ik niet in de studio, maar bij Duursportlab Zwolle, bij Fysio Plus. Want Frank gaat met ons mee en hij is een expert. Hij weet alles van de voorbereiding af en over je houding. Toch, Frank? Ja, zeker. Maar heb je dan ook wat tips voor me? Wel drie. Tip 1. Zorg voor goed materiaal. En dan denk ik vooral bij het fietsen aan goede, deugdelijke remmen. Om te klimmen heb je een goed verzet nodig. Niet te zwaar. Tip 2. Als we aan het trainen zijn voor het klimmen, lopen ofwel fietsen, is het belangrijk dat je 2 à 3 keer per week conditietraining doet. Naast eventueel kracht- en core stability oefeningen. Tip 3. Dat gaat vooral over voedsel, op de dag zelf, maar ook in de voorbereiding. Maar daar hebben we de familie Kruiswijk voor. Precies. Maar ik ga helemaal niet fietsen. Ik ga wandelen. Frank, heb je daar ook tips voor? Tuurlijk. Tip 1. Ik begin weer met het materiaal. Belangrijk zijn de schoenen en de kleding. De schoenen moeten goed zijn ingelopen. En hou rekening met de kou boven op de berg. Tip 2. Ook weer training. In ieder geval veel kilometers maken, zodat je fit boven kan komen. Tip 3 is voeding. Daar hebben we andere mensen voor, maar zorg op de berg voor jelletjes, energy bars en voldoende drinken. Nou, Frank, bedankt voor je tips. Ik ben nu al op voor de voorbereiding, maar we gaan er tegenaan. Frank, ben ik er al? Even kijken. Nou, je moet nog in ieder geval 25 naar de top, maar je doet het goed. Dankjewel. Bedankt voor het kijken. Doei! Doei!